In deze video ga ik als Diamond speler in mijn eentje het opnemen tegen twee zilver spelers in Rocket League. En dit is hoe dat ging. Oh, hij gaat er langs heen. Oké. Okay. Nog een keer langs heen. Oh, oké. Okay. Nee, wacht. Nee. Ja, als ik deze 1v2 ga winnen, dan ga ik volgende week het opnemen tegen drie zilver spelers. Oké, okay, jullie zijn dus ongeveer zilver, toch? Ja, klopt. Nice, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Oh, nee, oh, je ging er niet op. Oeh, dat is bijna 1-0. Okay, zal ik gewoon meteen... Zal ik gewoon... Oh, nee, dit is echt... Oké, oké. Oké, nou, we moeten ook een beetje proeven hoe jullie goed jullie zijn. Dit was misschien gewoon een unfortunate kick-off. Dat kan natuurlijk gebeuren. Ik heb nog nooit met Kato gespeeld, dus... Heb je vaker last van agressieproblemen? Nee! Oh, jullie zijn ook niet... Oh ja, tuurlijk. Jullie zijn ook niet op elkaar ingespeeld. Dat is natuurlijk wel een ding. Nou, we gaan het zien. Gaat hij erin? Nee! Nee. Oké, oké. Oké, ik verwacht nu een air dribble van iemand. Oké, okay. Ik vind het wel leuk. Wow! Wat een schot. Wat een schot. Oh, kat! Nee! Oh, nee. Deze pijn. Doet het pijn? Ja, dit doet heel veel pijn. Ai. Maar jullie moeten denk ik ook even inkomen. Ik moet toegeven, ik heb vandaag echt al wel een paar uur erop zitten. Dus ik ben wel warm. Oh, joh. De laatste keer dat ik dit heb gespeeld is een half jaar geleden, dus... Oef. Hé, hey, je probeerde wel te vliegen. Wie was dat? Dat was ik. Oh, dat was jij. Ja, je probeerde te vliegen. Wat goed. Oh, schiet. Doet het. Oh. Bijna raak. Nee. Oh, wat leuk. Oh, en je zit er wel op. Ik denk, misschien kan ik hem erin dribbelen. Nee! Onderkant land. Doink. GG. Oké, ik ga jullie laten schieten, oké? Gratis kans op de goal. Kom maar. Oh, wat een shot! Dat was zo gemeen. Ik dacht, jij gaat sowieso omhoog, zoals je altijd doet, maar... Nee, dat doe ik niet altijd. Nee, geef hem. Oh, je bent nog hier. Ja, ik geef hem voor, oké? Oké. Oh, ja. Komt er maar. Oh, ja. Oeh, nice. Oké. Ik moet een boost weer hebben. Oké, ik ga jullie een tip geven. Als jullie mij kunnen boomen, dan heb je natuurlijk veel meer kans op een goal. Ah, helaas. Ik heb trouwens een goal kans. Oh nee, ik was te greedy. GG. 3-1. Kunnen jullie de comeback nog maken? I don't know. We hebben nog een minuut. We hebben nog een minuut. Het kan zeker. Ik ga jullie weer een schotkans geven, oké? Okay? Ja, maar ik ga wel naar goal. Oké, laat maar zien. Wow, wat een shot! Oh nee! Ik wilde ook niet scoren, want dat vind ik zo lame. Het was wel echt heel grappig. Ik wist ook... Oeh, ik dacht misschien lukt het weer daar weer. Nee. Hij komt voor, pak hem! Oh, jammer. Heel jammer. Ik heb geen boost meer hiervoor. Jammer. Oh, wat? Deze? Gaat hij erin? Nee. Wat stom. Oh, nee. Oké. Nou. Maar jullie moeten misschien wel wat meer gaan chasen of gaan boomen of zo. Ik denk dat dat jullie beste kans is om de volgende game zo meteen nog te winnen. Want ik denk dat dit wel redelijk geschreven is. Ik ga jullie weer laten schieten, oké? Okay? Kom maar. Oh. Oh my god. Ga ik het halen? Nee! Ik dacht misschien kon ik hem er nog in dribbelen. Maar GG, 4-1 voor de eerste game. Laten we er nog eentje doen. Game 2. Hier zouden jullie de revanche moeten kunnen pakken. Niet zo bang zijn hoor, Dion. Nee, het komt wel goed. Oh. Ik heb in ieder geval de kick-off gewonnen. Schiet hem erin! Oh, wat leuk. Ga ik niet voor. Oh, nee! Nice. Wil die me boomen? Misschien. Laten we gewoon ja zeggen, ja. Oh, dat is er eentje minder. Ik ga het ook pakken. Oh, helaas. Nee. Gaat mis?
Oei, wat gebeurt er nou? Hoe was het mis? Even kijken wat daar ging gebeuren. Oh, jammer. Jammer, maar helaas. Oh, mijn boost is op. Je boost is op? Nee! No time to shine. Nee! Wat is het nou eigenlijk wel? Nee, is geen eigen goal, dat heb ik zelf gedaan. Dat is gewoon heel simpel. Ik spring van de muur af en tik! Maar het was niet een hele mooie goal. Ik zeg het je eerlijk. Maar 1-0. Oh, wat gebeurt... Wow, Kato! Is even rustig. Ik zag gewoon dat jij daar een hit vanaf de wall wilde doen, of niet? Ja. Oké, nu merk ik dat jullie in vorm komen. Want nu zitten jullie opeens op de bal en dan zetten jullie druk. En oh, er wordt een beetje groter! Oh, zo! Nee. Ik had dat is het laatste, wat ik verwacht had daar. Ga maar, schiet. Oh, oké. Oh, hij gaat er langs heen. Oké. Nog een keer langs heen. Oh, oké. Nee, wacht. Nee. We zijn te veel bezig met de bal. Eén van ons moet even... Oké. Oké. Maar... Ik raak hem serieus op mijn scherm gewoon aan. Op jouw scherm? Oké, we gaan even kijken. Heb jij hem aangeraakt? Dat is de vraag. Heb je hem aangeraakt? Nope. Oh. Helaas niet. Helaas. Oh, wat een schot! Oh! Oké. Had ik niet verwacht. Ja, klopt. Oh, we misten hem. Oh my god. Oh my god. Oh, gelukkig. Oh, ik was helemaal zo van... Je hebt namens... laat me zeggen, een betere kick-off. Een snellere kick-off. Dus ik ging dat predicten. Maar ja, dat ging niet helemaal goed. Ja, 3-2. Ja, my bad. Oeh, nice save. Met geen brons. Oh, ik kwam verkeerd terecht. Dat is waar. Oh, wat doe jij nou? Oh, ik dacht, ik ga er niet voor om je te faken. Maar deze keer trapte jij er niet in. 3-3. Oké. Okay. Ik weet al hoe dit... ik snap hoe dit gaat. Oké, nou laten we naar overtime gaan. De ultieme overtime. Als ik het win, is het klaar, hè? Kom, pak hem! Oh, ik ben jullie niet aan het uitlachen, jongens. Ik ben jullie aan het toelachen. Even dat jullie het weten. Iedere keer als ik een haha doe, dan is dat vriendelijk bedoeld. Dat is gewoon oprecht heel grappig. Ja, dit potje wil ik natuurlijk niet verliezen. Nee, dat snap ik. Maar ik heb geen boost. Dit is heel kut. Dat is geen mooie goal. Helaas. Oké, dankjewel. Oh, oké. Ah! Die raakt mij, niet de bal. Wat is de bedoeling? Oké, dat dacht ik al. Oh, oké. Oh nee, mijn boost is weg. Ah! Zit hij weer te chasen? Nee, alweer. Oh, oké. Waarom deed ik dat? Let's go! Hey. Nee! Boom! Dankjewel voor deze voorzet, Fleur. Geen probleem. Ik wil het eigenlijk zelf doen, maar weet je, ik vind het prima. Ik vind het prima. Met alle liefde. Nou, in ieder geval, 2-1 is me gelukt. Willen jullie meedoen als we een 3-1 gaan doen in de toekomst? Sure. In ieder geval bedankt voor het meedoen allebei. Ik ga dus volgende week het opnemen tegen 3 zilverspelers. Als jij een van die 3 wil zijn, join dan even onze Discord. Want daar zoek ik zilverspelers waar ik uiteindelijk tegen wil spelen. En abonneer als je de video niet wil missen.